Gert-Jan Hallink uit Lemelen. Ik kom in de schuur binnen en ik zie een geweldig mooie voorraad saaps. Wat is hier aan de hand? Ja, goed, het is een saapcollectie die ik gewoon in de loop der jaren bij elkaar verzameld heb. In deze schuur die ik 6 jaar geleden heb gebouwd met een ZZP'er, staat dus eigenlijk de hele saapgeschiedenis vanaf 1953 tot 1993. Dus ja, misschien uit de hand gelopen hobby. Maar vanaf de eerste auto neem ik aan, 1993. Hoe lang ben je al met deze hobby bezig? Ik ben begonnen met deze hobby in 1989. Heb ik de eerste saap gekocht. En toen gaandeweg heb ik gerestaureerd en heb ik dingen bewaard. Ik woon hier op een boerderij, zoals je gezien hebt. En af en toe verkoop je een keer een auto. Een hele mooie auto bewaar je weer. En zo gaandeweg verzamel je alles bij elkaar. Ja, tot dit eindresultaat. Waar is die saapliefde vandaan gekomen? Nou, de saapliefde is eigenlijk al begonnen in de midden jaren 80. Toen we ons gezin ging uitbreiden naar 2 kinderen toe, kwam de discussie eigenlijk van, ja, we moeten eigenlijk een gezinsauto kopen. En ik reed toen altijd in een merk Opel. Niks mis mee, trouwens. Ik zocht een grotere, veilige auto. En ik zat te kiezen tussen een Volvo en Saab. En ik heb in beide proef gereden. En de Saab was gewoon qua voorwielendrijving de meest fijne auto. En vandaar dat het Saab geworden is. Wanneer had jij de eerste Saab? Ik heb de eerste Saab gekocht eind 1989. Dus ik heb al ruim 30 jaar rij ik als Saab. Wat trek je nou precies in het merk Saab? Nou, toch wel een beetje, en vooral in de jaren toen ik dus die auto kocht, was echt Saab een van de veiligste auto's. Tegenwoordig zijn alle auto's wel veilig. Maar het meest mooie vond ik dat het toch een beetje een onderscheidende auto is. Die zie je niet op elke straathoek. Een beetje eigenzinnig. Ja, wel sportief. Prettig rijdend. En ja, dat waren wel de argumenten. Waar komen deze meeste Saabs vandaan? Nou goed, de auto's die hier staan, dat is eigenlijk wel een mengelmoesje van nou, waar ik hier nu voor sta. Dat is de oudste Saab in deze collectie, die komt uit Zweden, uit Noord-Zweden. Die heb ik via een kennis gekocht. Nou, de auto die achter jou staat, die komt uit Californië. De auto die daarachter staat, komt uit Texas. Daar staat er ook een, komt uit Zweden. Er komt een aantal uit Nederland. En nu zie ik ook 2 hele mooie, bijzondere sportmodellen. Ja. Waar komen die vandaan? Die komen allebei uit Amerika. En dat zijn ook auto's die daar heel veel verkocht zijn. En het voordeel van die auto's is dat ze dus eigenlijk een sportmodel aan de buitenkant zijn. Ze zijn van polyester gemaakt, dus zijn dus heel licht. En de techniek is van een gewone andere Saab. Dus het lijkt een hele exclusieve sportwagen. Maar je kunt er gelukkig heel makkelijk mee sleutelen. Omdat de voorraden gewoon nog en onderdelen makkelijk te verkrijgen zijn. Ik begreep dat ook een hele bijzondere Saab staat die van een groot komiek is geweest. Ja. Die achterin staat, die kun je straks ook wel even zien. Dat is een auto 9000 Aero, die is van André van Duin geweest. André van Duin was daarvan de eerste eigenaar. Die heeft er 7 jaar in gereden. En toen ik die auto op Marktplaats zag staan, 10 jaar geleden, stond er ook bij dat hij dus ex-auto André van Duin was. Dus toen heb ik hem gekocht met in mijn achterhoofd, als ik ooit een keer een museum begin, dan wil ik zo'n auto erbij hebben, vind ik wel mooi, een auto met een verhaal. Toen ik die auto gekocht heb, heb ik André van Duin een brief geschreven van, ik heb jouw eerste auto gekocht. Dat vond hij heel mooi, dat hij dan bij mij in een collectie terecht zou komen. En ik heb van hem een brief gekregen, die heb ik nog boven in zo'n vitrinekast liggen. En een schaalmodel van hem, die hij gekregen had van de importeur. Dus ik heb ook nog weer contact gehad en dat is wel weer een leuk verhaal bij die auto. Wanneer komt André van Duin hier in het Veertal? Wie dat wij weten? Ik denk het ook niet. Dus ik zal dus een keer een mailtje aanwagen en dan kijken wat de reactie is met een foto erbij waar die nu staat. Dus wie weet. Dus ja, ik breng me weer op een idee. Als ik dan verder in deze showroom kijk, dan zie ik daar een Saab in een camper opbouw. Dat is een Topola. Die hebben ze ontwikkeld voor het toerisme. In Zweden zijn heel veel mensen, als ze op vakantie gaan, ze gaan heel vaak een nacht overnachten en weer doortrekken. En toen hebben ze een camperopbouw ontwikkeld voor de Saab 900. Als je dus die achterklep, dus die grote achterklep eraf haalt, kun je daar dus die hele grote unit bovenop zetten. En dan heb je dus eigenlijk een volwaardige camper met een bed van 1,70 meter bij 2 meter. En binnenin heb je een keukentje, een koelkast. Alles zit gewoon daarin aanwezig. Ja. Ik heb begrepen dat je nog heel veel meer spullen van Saab hebt. Folders, speltjes, noem eens op. Miniaturen. Ja, nou, je zal straks ook boven kunnen zien. Ik heb dus in principe alles wat Saab op de markt gebracht heeft. Van, gewoon dingen die je bij de dealer kon krijgen. Tot dan speelgoed, brochures, schaalmodellen. Daar heb ik gewoon ook in die 30 jaar heel veel van verzameld. En die heb ik gewoon boven in vitrinekasten tentoongesteld. Wanneer is Saab Opel onderdelen gaan gebruiken?
Nou goed, was dus eigenlijk in de 90e jaren zijn ze dus overgenomen door General Motors. Aan de ene kant was dat een voordeel, dat dus het Saab-merk wel kon doorgaan. Maar goed, de eigen identiteit zijn ze wel een beetje verloren. Maar het voordeel is nu ook weer dat je, omdat het Saab-merk niet meer bestaat, wel dus de onderdelen nog kunt krijgen. Dus eigenlijk, als je Saab wil blijven rijden als dagelijkse auto, heb je nu het voordeel dat je dus geen merk hebt waar dus niks meer bij te krijgen valt. Dus dat is weer een voordeel. Ja. Als ik nou goed kijk, dan zie ik steeds meer Saab Cabrio's komen. Dat vind ik wel een heel mooie auto. Ja. Die heb je ook? Die heb ik ook. Die is daar de eerste. Want Saab is in de 80 jaren begonnen met de eerste cabrio. En toen hebben ze een aantal Saab cabrio's ontwikkeld voor de Amerikaanse markt om te kijken of ze daar zouden aanslaan. En die auto die hier staat, dat is ook een prototype. Die komt ook uit Amerika. Dus dat is een van de eerste voorseries. En cabrio's zijn in principe ook gewoon auto's die meestal met mooi weer gereden worden. Dus die roesten ook niet zo vaak. En dan heb je ook meestal de kans dat die ook gewoon na 10, 20, 30 jaar nog best ja, te gebruiken zijn. En die Saab cabrio's zie je nog heel veel. En er zijn ook heel veel liefhebbers voor. Ja. Komen die ook allemaal uit Californië? Deze die komt toevallig uit Amerika. Maar de meeste die komen hier toch wel gewoon uit Nederland. Omdat ze hier ook in verhouding heel veel verkocht zijn. Dus dat is wel, ja, dat zijn allemaal meestal Nederlandse auto's. Ja. Je ziet een prachtig kindermodel samen zien. Ja. Nou, dit was een auto die dus eigenlijk dus voor de kinderen gemaakt is. Dan moet je wel een flinke oprit hebben. Want dit zijn auto's waar dus een brandstofmotor in zit. Dezelfde dus die grasmaaier zit. En deze heb ik dus omgebouwd. Hier zit een elektromotor in van een scootmobiel met accu's. Dus deze is omgebouwd tot een elektrische auto. En hier kunnen kinderen in rijden. En dan kunnen ze ongeveer 7, 8 km per uur rijden. Wat verantwoord is. En ook gewoon heel makkelijk met een accu. Ja. Wat kostte dit mobieltje in de tijd? Deze auto die was in het begin jaren 80. Kost net zoveel als een nieuwe Opel Kadett. Dan praat je dus over gulden, zo rond de 10.000, 12.000 gulden. Oh, dus, ja. Dan moet je een goed karakter hebben. Dan moet je een goed karakter hebben, ja. 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 Gert-Jan, je hebt in het eerdere interview ook al gezegd dat je aan het restaureren bent. Waar komt dat vandaan? Nou, deze die hier waar ik bij staat, dat is een restauratieobject die heb ik gekocht in Drachten. Dat was een gestrande hobby van iemand die ik heb afgemaakt en waar ik de komende maanden nog mee bezig ben. En dan heb ik hier gewoon een ruimte waarin ik gewoon neer kan zetten. De techniek is al voor elkaar. Nu moeten nog een aantal dingen worden afgewerkt binnenin. En dan hoop ik dat hij over zo'n 3 maanden klaar is. En dan misschien dat ik hem dan ga verkopen. Want ik heb in mijn museum onder dezelfde soort staan. Dus wat dat betreft mag je wat mij betreft weer weg. En dan zoeken we weer een nieuwe uitdaging uit. Ja. Want van welk bouwjaar is deze Saab? Deze is van 1968. Dus een van de eerste bouwjaren van dit type. En hier zit ook een V4 motor in, waarin Saab toch ook dingen van Ford heeft overgenomen. Want Saab wilde toch een grotere motor. En de tweetakt was niet meer zo geschikt daarvoor. Dus ze hebben bij Ford aangeklopt en hebben ze daar een motor gevonden. Nou goed, hier ben je dus op de zolder. En zoals beneden alle auto's er in het echt stonden, heb ik ook in die 30 jaar heel veel modellen verzameld. En deze zijn uitgestald in deze vitrinekast. En op deze zolder heb ik ook gewoon wat... Ja, dingen die je gewoon via Marktplaats gekocht hebt. Aan boeken, brochures, alle andere Saab Prolaria uitgestald. Dus een hele uitgebreide en mooie geschiedenis van Saab.